Welkom op het kanaal Nederlandse Les. Mijn naam is Mark. Op de site staatsexamensnt2.nl vind je heel veel losse opdrachten. Die wil ik met jullie gaan doornemen. Het examen duurt 30 minuten en het bestaat uit 8 korte en 8 middellange opdrachten. Bij een korte opdracht heb je 20 seconden spreektijd na de pieptoon, bij een middellange opdracht 30 seconden. Maar gebruik die tijd niet helemaal. Uh, probeer bij een korte opdracht je antwoord te beperken tot 1 à 2 zinnen. Bij een middellange opdracht maximaal 3 zinnen. Bij een korte opdracht kun je 3 punten maximaal scoren. Je mag best een foutje maken. Bij een middellange opdracht 10 punten. Die zijn dus veel interessanter. En daar heb je ook nog. Ongeveer 10 seconden voorbereidingstijd voor de pieptoon, dus gebruik die goed om te bedenken wat je gaat zeggen. Heel veel succes en laat me weten wat je van deze video vindt. Ik lees eerst de vraag van Duo en vervolgens krijg je zelf de tijd om een antwoord te formuleren. Je kunt eventueel op pauze drukken. Ten slotte geef ik een mogelijk antwoord. Je ziet dit op het eind van de opdracht ook nog op de slide. Mocht je het willen opschrijven. Een tip, probeer altijd zoveel mogelijk woorden te leren. Dag, u wilt een eigen bedrijf beginnen. U praat met uw buurman over uw plannen. Kijk naar het plaatje. Luister naar uw buurman en reageer. Dus, je wilt een bedrijf beginnen. Wat ben je dan precies van plan? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden Ik wil een pisserieën beginnen. Ik wil een beginnen. U werkt op een kantoor. Het wordt volgende maand erg druk. Uw chef stelt voor dat iedereen volgende maand elke dag een uur langer werkt. Vertel uw chef wat u van het idee vindt. Vertel ook waarom u dat vindt. U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden: Ik vind dat geen goed idee, want ik wil s'avonds met mijn zoontje spelen. Ik vind dat geen goed idee, want ik wil s'avonds met mijn zoontje spelen. U hebt een examen gemaakt. Er ging iets helemaal fout. Kijk naar het plaatje. U gaat praten met uw docenten. Overtuig uw docenten ervan dat u het examen opnieuw mag maken. U hoort eerst uw docenten. Je examens opnieuw maken, waarom wil je dat? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden: Mijn computer deed het niet goed, dus ik kon het examen niet maken. Mijn computer deed het niet goed, dus ik kon het examen niet maken. U werkt op een kantoor. Uw baas vertelt dat de werknemers dit jaar 500 euro extra krijgen omdat het bedrijf 60 jaar bestaat. Uw baas wil van alle werknemers weten wanneer zij het extra geld het liefst ontvangen. In mei of in december. Zij vraagt dit ook aan u. Vertel aan uw baas wat u het liefste wilt: het extra geld ontvangen in mei of in december. Vertel ook waarom. Luister eerst naar uw baas. Wanneer zou jij het extra geld het liefst ontvangen? In mei of in december? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden. Ik zou het liever al in mei krijgen, dan krijg ik een half jaar langer rente van de bank. Ik zou het liever al in mei krijgen, dan krijg ik een half jaar later rente van de bank. In het buurthuis is een feest. Het is de bedoeling dat iedereen gekke kleding aantrekt. U wilt geen gekke kleding aantrekken. U praat hierover met uw buurman. Vertel uw buurman waarom u niet in gekke kleren naar het feest wilt gaan. U hoort eerst uw buurman. Iedereen doet gekke kleren aan, waarom wil jij dat niet? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden. Mijn Godsdienst schrijft voor dat ik me bescheiden kleed. Mijn Godsdienst schrijft voor dat ik me bescheiden kleed. Bij u in de buurt is een feestavond. U wilt die avond bezoeken, maar u gaat liever niet alleen. U komt in uw straat iemand tegen die u kent. Wat zegt u tegen uw kennis? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden. Hey Peter, ga je mee naar het feest in mijn buurt? Er is gratis bier. Hey, Peter, ga je mee naar het feest in mijn buurt? Er is gratis bier. U wilt een opleiding tot fietsenmaker volgen. U wilt meer informatie over de opleiding tot fietsenmaker. U belt een school voor beroepsonderwijs. Stel een vraag over de opleiding. Luister naar de medewerker van de school en reageer. Hallo, kan ik u helpen? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden: Hallo met Nadja, ik zou graag wat meer over de opleiding tot fietsenmaker willen weten. Hallo met Nadja, ik zou graag wat meer over de opleiding tot fietsenmaker willen weten. U bent fotograaf. U maakt mooie foto's van een huwelijk. U moet de man en de vrouw vertellen waar zij moeten gaan staan. Kijk naar het plaatje. Leg de man en de vrouw uit waar zij moeten gaan staan. U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden: Willen jullie midden op de brug? Gaan staan, alsjeblieft. Dat wordt een prachtfoto. Wil jullie midden op de brug gaan staan, alsjeblieft? Dat wordt een prachtfoto. U werkt als chauffeur in een fabriek. Vandaag is er iets vervelends gebeurd. Uw collega wil weten wat er is gebeurd. Kijk naar de plaatjes. Vertel uw collega wat er is gebeurd. Gebruik hierbij alle plaatjes. U hoort eerst uw collega. Wat is er dan precies gebeurd vandaag? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden: Ik was aan het bellen op de heftruck. Ik botste tegen een rek en alle dozen vielen. Ik was aan het bellen op de heftruck. Ik botste tegen een rek en alle dozen vielen. U volgt een opleiding tot juf. U loopt stage op een basisschool. U bent gisteren een dagje uit geweest met een groep jongens en meisjes. Vandaag moet u op uw opleiding iets vertellen over het dagje uit. Kijk naar de plaatjes. Vertel wat u met de jongens en meisjes gedaan hebt. Gebruik hierbij alle plaatjes. U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden: Eerst fietsen we naar het bos waar we heerlijk hebben gepiknikt. Om twee uur waren we in de dierentuin. Eerst fietsten we naar het bos waar we heerlijk hebben gepiknikt. Om twee uur waren we in de dierentuin. U volgt een tekencursus. De vorige les hebt u geleerd. Hoe u het beste een gezicht kunt tekenen. Uw medecursist heeft deze les gemist. U legt haar uit wat u hebt geleerd. Kijk naar de plaatjes. Vertel uw medecursist hoe zij het beste een gezicht kan tekenen. Gebruik hierbij alle plaatjes. U hoort eerst uw medecursist. Wat is de beste manier om een gezicht te tekenen? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden: Teken eerst een ovaal. Voeg dan schematisch ogen en haar toe. Tot slot, rond je tekenen met meer details af. Teken eerst een ovaal. Voeg dan schematisch ogen en haar toe. Tot slot, rond je tekenen met meer details af. U werkt in een hotel. Vandaag moet u uw nieuwe collega vertellen wat ze vanochtend moet doen. Kijk naar de plaatjes. Vertel uw collega wat ze moet doen. Gebruik hierbij alle plaatjes. U hoort eerst uw nieuwe collega. Nou, ik heb er zin in. Wat kan ik doen? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden: eerst moet je de waas verzamelen, dan stofzuigen. Wil je tot slot het bed dekken? eerst moet je de waas verzamelen, dan stofzuigen. Wil je tot slot het bed dekken? U volgt een kookcursus. De vorige les hebt u geleerd hoe u het beste een ui kunt snijden. Uw medecursist. Heeft deze les gemist. U legt hem uit wat u hebt geleerd. Kijk naar de plaatjes. Vertel uw medecursist hoe hij het best een ui kan snijden. Gebruik hierbij alle plaatjes. U hoort eerst uw medecursist. Wat is de beste manier om het uit te snijden? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden: halveer de ui met een mes. Verwijder de schil, snijd de halve ui over dwars in plakjes. Halveer de ui met een mes. Verwijder de schil, snijd de halve ui over dwars in plakjes. U werkt op een kantoor. U hebt een nieuwe baan op een andere afdeling. U moet uw kamer nu delen met twee collega's. Eerst staat u een kamer voor u alleen. Vertel uw leidinggevende dat u liever een eigen kamer hebt. Geef twee redenen. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Luister daarna naar uw leidinggevende en reageer. Vind je het leuk dat je nu een kamer hebt met twee collega's? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden. Nee, eigenlijk niet. Op mijn eigen kamer kon ik me beter concentreren. Ik vind het ook niet leuk als mensen bij mij spullen kunnen. Nee, eigenlijk niet. Op mijn eigen kamer kon ik me beter concentreren. Ik vind het ook niet leuk als mensen bij mij spullen kunnen. U werkt in een kledingwinkel. U wilt misschien uw eigen zaak beginnen. Uw baas wil liever dat u niet weggaat. Hij biedt u daarom een hoger salaris. Een vriendin vraagt wat u kiest: een eigen zaak beginnen of blijven voor een hoger salaris. Vertel uw vriendin wat u kiest. Vertel ook waarom u dit kiest. Geef hiervoor twee redenen. U krijgt eerst de tijd om uw antwoord voor te bereiden. Luister daarna naar uw vriendin en reageer. En weet je al wat je gaat kiezen? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden: Ik blijf hier werken, natuurlijk. In een eigen zaak kan ik nooit zoveel verdienen. En je kunt ook niet op vakantie. Ik blijf hier werken, natuurlijk. In een eigen zaak kan ik nooit zoveel verdienen. En je kunt ook niet op vakantie. U gaat met een vriendin naar de markt. Uw vriendin wil nu weggaan. Maar u moet nog een paar dingen doen. Kijk naar de plaatjes. Luister naar uw vriendin en vertel haar wat u nog moet doen voor u naar de markt kunt gaan. Gebruik hierbij alle plaatjes. U hoort eerst uw vriendin. Kun je nog niet mee naar de markt? Wat moet je daar nog doen? U kunt hier bijvoorbeeld antwoorden even wat eten, mijn schoenen aan, pinnen en we kunnen naar de markt. Oké? Okay. Even wat eten, mijn schoenen aan, pinnen en we kunnen naar de markt. Oké? Okay.